Goedemorgen, dames en heren. Leuk dat jullie weer zijn met een nieuwe video. We hebben een nieuwe hond, voor heel even. Die is niet van ons, maar die is op bezoek. Gezellig. Bump vindt het heel leuk. En... altijd als de kleine hond naar Bumper gaat, denkt Bumper, bro, get away from me. Hey, kom eens hier, kijk eens hier, Oh, ga eens weg. Hey, hallo schattig hondje. Hoe heet deze hond, mama? Wappie. Hij is ook wel echt helemaal wappie. Ik ook niet van corona. Een wappie. Oké, ik ben dus vandaag met mijn maatje Roefat en wij gaan lekker chillen. En kijk, ik heb dit dus ooit gekocht bij de winkel en jij zei dus, jij kende dit helemaal niet. Nee, wat fuck is dat? Jij kent dat sowieso wel, hoe kan dat nou? Nee. Dit haalde je altijd in het buitenland, jongen. Deze dingen waren echt geniaal. Oké, kijk, we hebben nu alle snoepjes erin en kijk, nu kan je dus zo doen en dan komt er eentje uit. En dan kan je zo pakken. Dan moet je hem in je mond pakken. Oh. Geef hem. Pak maar. Dat is wel echt irritant, dat niet uit maat uitkomt. Ja, dat je hem net niet krijgt, maar echt leuk jongen. Ik kocht dit altijd in Spanje, doet me echt denken aan. Ja, ga je weer naar Spanje? Zullen we nu naar Spanje? Kan nog, hoor. De waggie? 14 uur rijden, hè? Dat is echt ver. Dat gaan we hier doen. Ja, dat is goed. Ja, serieus. Oké, we gaan binnenkort gewoon naar Spanje rijden ineens. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol! Thanks voor het sponsoren van je jas, Enzo. Oké, wij gaan even naar de winkel. We gaan even wat eten halen. Ik heb een mooi mondkapje. Van Ajax, leuk. Hartstikke mooi. Power. Nee, we moeten even chaps halen, want we hebben niks te eten. En wij hebben vandaag echt een heerlijke dag, want wij gaan de hele dag aan school werken. Jongens, doe je best, ga naar school. Doe je best, ga naar school. Ik wil dat precies ook zeggen. Ja? Ja. Oké, we gaan even lekker broodjes halen. Top. Als je je hand daartussen doet, dan is die eraf. Ja? Ja. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Hoppa, broodje. En wij gaan even iets super lekkers maken. We gaan lekker ei met bacon en kaas doen. Wordt ja, wij gaan top. Dat zeker samen goed doen. Ik ga dat doen. Oké, goed. Dus we gaan dit brood meenemen. Kijk, we hebben hier dan al wat ontbijtspek. Die gaan we dan in de pan doen zometeen. Ja, ik denk het wel. En dan, dan gaan we even een top lunchje maken om dan lekker te knallen aan school. Matig, maar we hebben wel, als het goed is vandaag, een lijpe update over Bumper en zijn tumor. Dus dat is wel echt chill. Ik weer ruzie met de leidinggevende dat ik niet mocht filmen. Nou, kut zijn. Goed, we hebben alles. We kunnen naar huis. Kijk eens aan, hoppa. Lekker broodje. Oh, ik heb zo geen zin om zo aan school te zitten. Nou, moet. Ja, moet maar hè. En jij wil de hele dag uitgelaten worden hè? Ja. Ben je irritant, hè? Ja. Je hebt een loopneus. Bro, loopneus. Oh, kom eens laag. Het is echt geniaal dus. Sinds ongeveer een jaartje zeurt Bumper dus echt zoveel. Dus zo net zagen jullie ook, dan komt hij naast je zitten en dan gaat hij zo heel zielig zo aankijken. Zo van, laat mij uit. Op je springen, ja, zeg maar. Ja, gaat hij soms op je springen en zo. Dat heeft hij echt sinds een jaartje of zo. Maar sinds de operatie is Bumper echt veel fitter dan daarvoor. Want nu doet hij dus niet alleen in de middag zeuren, maar nu gaat hij ook elke avond zeuren. Zodat je dan nog iets met hem gaat doen. Terwijl ja, wij geven hem op zich best wel veel aandacht. Hij is gewoon een beetje oplichter eigenlijk. Ja, maar het zou eigenlijk leuk zijn als het weer lekker weer wordt en zo. Want dan kan hij gewoon lekker naar buiten. De hele dag kunnen we gewoon de deur open laten staan. Kan hij naar binnen, weer naar buiten, weer naar binnen. Dat zou veel chiller voor hem zijn. Maar ja. Dat maar is nu even niet anders. Bumper kan zich ook zelf uitlaten als hij wil. Ja, deed hij ook wel stond hek open en was hij gewoon weg. Ik kwam een keer aan, zie ik zo Bumper daar lopen. Ik denk, en opeens zie ik Bumper zo naar binnen lopen. Ik denk, oh, iemand heeft hem net uitgelaten. Kom ik zo, ik zeg, wie heeft Bumper uitgelaten? Huh, Bumper uitgelaten? Had hij zichzelf gewoon uitgelaten, ja. Zo raar. Maar jullie zijn natuurlijk benieuwd naar hoe het nu met hem is en of alles al bekend is. Nou, dat duurde echt super lang. We hebben nog een onderzoek moeten doen naar de tumor die in Bumper zijn buik zat. En dan moesten ze dus kijken of die goed of kwaadaardig was. Als die goedaardig zou zijn, dan was het zo dat Bumper nog wel maanden tot jaren te leven had. En was die kwaadaardig, dan was het eerder weken tot maanden. Misschien zelfs dagen tot weken. Nu hebben ze daar dus onderzoek naar gedaan, super lang. Verschillende onderzoeken, ze konden het elke keer maar niet goed zien. En nu hebben we daar dus de uitslag van. Mijn vader die is namelijk langs geweest bij het ziekenhuis weer. En uiteindelijk, het is eigenlijk allemaal goed nieuws. Bumper die heeft dus geen kwaadaardige tumor. Het is goedaardig, dus het gaat weer helemaal goed komen. Hij kan gewoon nog een paar jaar ermee door als het goed is. En nu gaan ze elke keer allemaal nieuwe scans doen en
Nu afgelopen week hebben ze dus weer zo'n scan gemaakt, maar dat zag er eigenlijk allemaal best wel prima uit. En dat gaan ze dus elk half jaar doen, voor de zekerheid. Dat is topnieuws. Ja, dat is zeker topnieuws. Wel grappig, Bumper is nu zo'n klein hondje bij jou thuis, toch? Ja. Bumper denkt, godverdomme, ga weg, weet je wel. Ja, hele tijd. Zijn we aan het uitlaten, kijken wat hij aan het doen is. Heet dat dan niet? Ja, daar is een klein hondje, wil hij daar wel mee spelen. Raar. Echt raar. Paradise is waiting and we bought the lease. Never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden, we run to the end and we run without shame. We own the game. Wij verbinden u door naar de eerstvolgende beschikbare medewerker. Hallo, met Quinn van der Zeeuw. Goedemiddag. Hallo, ik heb een vraagje. Ik zie namelijk een staan. Ja. En daar staat bij wordt verwacht, maar hebben jullie daar enige informatie van of iets? Ja, want er staat nu zeg maar alleen wordt verwacht en ik heb geen idee en ja. Ik ben wel redelijk geïnteresseerd. Oh, oké, dan ga ik even door met mijn collega. Mijn collega is even in gesprek, maar ik heb jouw nummer doorgegeven en hij belt jou straks terug over die auto. Dat is helemaal goed, dankjewel. Zojuist probeerde ik even te bellen voor mijn nieuwe auto, maar ik word later teruggebeld, dus nog geen nieuws daarover. Maar wel echt wat wij precies vandaag hadden, wat sowieso veel mensen herkennen. Je bent 3 uur bezig met een opdracht. Ja. En je hebt voor je gevoel heel veel af. Ja. En je hebt net niks af. Dat hadden wij precies. Maar we zijn wel op zich ver gekomen. Ja, soms heb je geen zin in school. Maar ja, uiteindelijk moet het gewoon. Dus ja. Dan denk je, oké, we gaan bezig. En dan ben je bezig en denk je, oh, we hebben echt veel. En dan kijk je, half A4'tje. Ja, oh, maar het is gewoon zoveel opzoeken en kijken. En is dit wel goed en zo. Dan vul je het in en dan verbeter je het weer. Precies. We zijn wel ver gekomen en we hebben echt kritisch goed gelijk gekeken. Zodat we het wel in één keer goed doen. Want anders moeten we straks weer herkansing. Je kent het gezeik wel. Ja. Daar hebben we ook geen zin in. Daar heb je wel die zin in. Ja, echt hè. En nu zitten we even buiten te chillen. Lekker weertje. Ja, dat is wel lekker man. Ja. Even, jij zit weer in je knolpowerjas. Ja hoor. Zit hij hoor. Knolpower.nl. Ah, oké. Okay. Nee, ik sponsor wel. Ja. Oké, we gaan weer random op pad. Roef die zegt in één keer tegen mij zo van, hey, burgertje? Nou, is goed, burgertje. Dus even burgertje. Blijkbaar zoveel honger, ik was gewoon vergeten burgertje te filmen. Ja, we hebben even Mackie gehaald. Ja, even snel Mackie en nu ga ik even Roef naar huis brengen. Ja. Hij moet weer voetballen. Ja jongens. Maar wel lekker weertje voor voetbal. Dus wie zit er ook op voetbal? Dat is wel chill dat jullie dan, ja, wie zit er überhaupt op een sport? Want zijn alle sporten weer open of? Nou, weet ik niet. Nou, in ieder geval sportscholen niet. Nou, tennis dus wel. Mijn sport. Ja, volgens mij alle sporten weer. Ja. Maar voor iedereen die op sporten zit, is nu wel chill. Want dan heb je tenminste in coronatijd even wat te doen. Ja, dat is wel echt veel chiller, ja. Dus dat is wel leuk. Ja, en mijn sport was ooit voetbal. Maar daar ben ik dus mee gestopt. En nu doe ik eigenlijk sportschool. Maar ja, daar kan je dus niet heen. Kut. Nee, net begonnen kan je... Ja, gast, het ging echt fucking lekker. Maar ja, als het weer open gaat, jongens, gaan we echt knallen. Ongekend. Goeiedag. Hallo? Hallo, hoort u mij? Oh, ja, zeker, sorry. Goeiedag met Hallo. Goeiedag, hoe maakt u het? Ja, lekker hoor. En met u? Goed. Ja, uitstekend. Mooi. Niks klagen. Beter. Hey. Zo, dat was in één keer een random sprong in de toekomst. Want zojuist was ik nog met Roefat en nu in één keer is het donker en sta ik in mijn badkamer. Ja, sorry daarvoor, maar ik voelde me even niet zo chill. En toen ging ik even half slapen en zo. En toen was ik gewoon helemaal even de weg kwijt. Dus sorry. Echt totaal niet handig. Ook helemaal niet best. En nu ben ik alweer moe. Dus ik ga nu gelijk weer het bedje in. Want volgens mij heb ik het nodig, want ik voelde me dus niet zo chill en zo, dus dat was even fucked up. Daarnaast nog even iets anders over Bumper. Ik heb natuurlijk gezegd dat eigenlijk alles ongeveer nu goed was, maar toen hoorde ik weer vandaag, later nog, echt letterlijk net van mijn moeder, zo van, ze hebben nog steeds niet alle uitslagen. Dus we kunnen nog niet met 100% zekerheid zeggen dat het er goed aan toe gaat, maar als we nu kijken naar Bumper en dat soort dingen, zien we gewoon dat hij hartstikke blij is en dat het goed met hem gaat, dus dat is wel echt super chill. Maar we kunnen nog niet met 100.000% zekerheid zeggen dat alles goed aardig is en dat hij dus nog super lang te gaan heeft, om het zomaar even te zeggen. Weet je natuurlijk nooit, het kan snel gaan, dat hebben we gemerkt met dit hele traject over Bumper. Maar voor nu wil ik dus zeggen dat het redelijk goed met hem gaat. Er waren heel veel vragen nog steeds over, dus vandaar even weer een update. Vind ik eigenlijk jammer dat ik nu al de update moet geven, omdat we nog niet helemaal het volledige nieuws dus hebben. Dacht van wel, maar dat is dus niet zo. Maar het is even niet anders. In de toekomst zal ik nog wel een keer een update geven, maar voor nu ziet het er gewoon goed uit. En we mogen blij zijn dat hij er nog is.
laten we het daarop houden. Dames en heren, ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem weer leuk. Ik vond het weer een prima dagje vandaag. Laat zeker weten, even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer je beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En jongens, ik zie jullie morgen weer om 4:30, want ik vlog elke dag. Later.